deze nieuwe video. Vandaag ga ik oogschaduwpaletjes testen. Ik heb er hier twee van Huda Beauty en van W7. Zoals je kunt zien, ze lijken heel veel op elkaar. Je kunt die van Huda van binnen nou nog niet zien. Maar als je alleen al naar de verpakkingen kijkt, zie je al dat ze echt overeen komen. W7 staat erom bekend dat ze heel vaak make-up nadoen van andere brands, zoals je nou hier ook ziet. En ze hebben ook echt no shame. Ze doen het gewoon echt precies naar de kleuren. Identiek ook de plek waar de kleuren zitten. Ook gewoon identiek aan de andere paletjes. Dus ik vind het wel grappig dat hun dat zo altijd doen. Op zich is dat wel handig, want niet iedereen kan Huda Beauty betalen. En de W7 wel. Dus dat is wel handig voor de mensen die een wat minder groot budget hebben. Aan de andere kant denk ik ook weer van ja, hun denken echt helemaal na over hun brand. En ze doen echt effort erin om alles te verzinnen en zo. En dan komt er een andere brand en die doet het dan gewoon na. Dus ja, het is een beetje dubbel. Maar ja, who cares. Ik heb ze dus allebei gekocht. En ik ga kijken welk paletje beter is. En of die van Huda echt de prijs waard is. Of dat je gewoon net zo goed de andere kunt halen. Dus ja, ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb ze nog geen één keer gebruikt. Allebei niet. Dus ja, dat gaan we vandaag doen. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen. Nou, dit zijn dan de twee paletjes. Allebei zo mooi felgroen. Die van Huda is ietsje groter, maar het is echt maar een klein beetje. Kijk, die is ietsje groter, maar voor de rest ze lijken echt op elkaar. En er is een heel groot verschil qua prijs. Die van Huda Beauty is 31 euro. En die van W7 is slechts 5 euro. Allebei gewoon hier makkelijk te kopen. Die van Huda Beauty is te koop bij thebeautyeditor.com. Daar verkopen ze gewoon Huda Beauty hier in ons land. En die van W7 is gewoon te koop bij Boozy Shop. Dus je kunt ze allebei makkelijk halen. Mensen, bekijk even de binnenkant. De kleuren zijn echt gewoon identiek. Ook gewoon de plekken waar ze zitten. Gewoon precies nagemaakt. Huda Beauty heeft wel een spiegeltje. En de andere niet. Dus dat is wel een verschil. Die van Huda Beauty is ook iets zwaarder. Dus die voelt ook wel ietsje luxer aan. Maar in principe is het allebei zo dat plasticen. Maar kijk even dit. Bijna gewoon echt identiek. Ik zie wel een verschil een klein beetje in de glanzende kleuren. Die van Huda, de glanzende kleuren, die hebben iets meer glitter en zo. Maar voor de rest zie ik zo 1, 2, 3 niet echt super snel een verschil qua de inhoud. Huda Beauty heeft van de Neon collectie 3 paletjes. Ik heb er ook hier eentje in het oranje. Die heeft ook echt een prachtige kleur. Er is er ook nog eentje in het roze. Die heb ik niet. Ik heb dit paletje al 1 keer gebruikt in een video. Ik plaats even die video hier in beeld. En ik vond hem echt vreselijk. Ik vond het paletje niet goed. Prachtig paletje. De look is heel mooi. Maar ik ga hem niet aanraden. Omdat de glanzende kleuren echt een pastijtje werk waren. Het was zo irritant dat ik gewoon lichtelijk geïrriteerd werd. Terwijl ik het aan het opdoen was. En ja, en dat is niet de bedoeling. Ik vind de matte kleuren wel heel mooi. Maar voor de hoge prijs, ja, vind ik hem niet waard. Dit andere paletje, het groene paletje, is ook van die lijn. Dus ik ben bang dat ik die ook niet goed ga vinden. Maar ja, I'm not sure. Ik heb hem nog nooit gebruikt. Misschien is er toch een verschil met dit andere paletje. En van W7 heb ik de andere niet gebruikt. Want ook hun hebben de 3 als het goed is. Ze hebben echt Huda Beauty precies nagedaan. Nou, ik moet zeggen dat in principe allebei de paletjes niet echt geweldig swatchten. Van het W7 paletje was de matte felle groene kleur echt beter qua swatchen. Maar ik vind overal de glanzende glitterkleuren in het Huda paletje beter. Omdat er meer glitter echt in zit. Nou, de swatches van beide paletjes waren een beetje mooi. Je hebt dus vooral glanzende kleuren. Er zijn maar 3 matte kleuren. Hier de lichtgroene kleur, de felgroene kleur en de beetje zalmroze kleur. Maar voor de rest is alles gewoon glanzend. Ik vind de kleuren wel echt prachtig. Dus ik hoop dat de iets minder goede swatches niet zijn hoe de paletjes echt zijn. Ik hoop gewoon dat ik hiermee een goede look kan creëren. Dus dat ga ik nu doen. We gaan even inzoomen op de ogen. Oké, we zijn weer lekker up close en personal. Ik ben even aan het bedenken wat voor look ik überhaupt ga maken met het paletje. Ja, het wordt sowieso felgroen. Ik ga beginnen met de licht matte groene kleur in het paletje. Deze is van Huda. Ik doe hier Huda en daar W7. Met een grote fluffy kwast breng ik die van Huda als eerste aan. Zo helemaal in mijn arcadeboog. Ik heb al concealer gedaan en alles, dus ik heb het al gepruimd. Zo, en dan elke keer wanneer ik in een ander paletje ga, maak ik mijn kwast schoon in het ding. Zodat ze niet met elkaar mixen. Dan pak ik ook weer hier de lichtgroene kleur. En die doe ik dan ook zo in mijn arcadeboog. Oh, daar komt al gelijk een stuk minder kleur van af.
Ik weet niet of het echt super goed opvalt, maar die van Huda heeft iets meer pigment, die is iets meer groener. En de andere is iets meer softer, maar absoluut niet slecht of zo, maar het is gewoon iets minder. Dan pak ik ook de felgroene matte kleur. En die doe ik dan ook zo in mijn arcade oog. Oeh, die is fel jongens, die swatchte ook echt geweldig. Mensen, kijk even hoe fel die is. W7 is going strong. En dan ook van mijn Huda Beauty paletje pak ik ook die felgroene kleur. Ja, ook lekker fel jongens. Het valt wel op dat die van Huda een stuk minder poederig is. Oké, nou we zien denk ik echt obvious een verschil. Die van W7 is veel meer fel dan die van Huda. Die van Huda is ook mooi, maar die is iets minder fel. Maar wanneer ik een paletje gebruik die er zo uitziet, dan wil ik fel hebben. Dus ik vind dit toch wel iets beter. Maar ik vind die kant ook wel mooi. Maar ja, ik wil het gewoon echt fel hebben. Oké, de glanzende kleuren. Ik ga ze allebei aanbrengen met mijn vinger. Want ik weet dat bij Huda Beauty paletjes het gewoon geen optie is om bij de glanzende kleuren een kwast te gebruiken. Dat vind ik altijd echt minder, want ik wil echt gewoon een kwast gebruiken, maar whatever. En ik ga denk ik gewoon een aantal glanzende kleuren gewoon naast elkaar aanbrengen. Dan wordt het een beetje zo'n glanzende smoky look, hoop ik. Ik begin met Huda Beauty. En dan begin ik met de glanzende fel groen-geel-achtige kleur. En die breng ik dan zo vooral hier in het begin aan. Oeh, fel. Door mijn acryl kom ik ook niet echt heel goed in de hoek. Dus dat ga ik wel doen zometeen met een kwast. Maar voor nu gewoon even alleen mijn vingers. En ik breng het best wel hoog aan. Ik ga echt best wel gewoon in mijn arcade oog. Oh wow, dit is echt prachtig. Dan pak ik hier de kleur hieronder. Ik weet niet echt precies hoe ik die kleur moet beschrijven. Een beetje rozig of zo. Het is een beetje een galaxy-achtige kleur. En die breng ik zo een beetje in het midden aan. Oh mijn god, ook prachtig. Ik had het niet verwacht, want ik vond het andere paletje zo slecht. Dus ik dacht, ja, dit paletje wordt dan ook niks. Maar tot nu toe, prachtig. Hele prachtige kleur dit. En ook die kleur doe ik zo best wel hoog. Ik vind het zo mooi. Oh my god. Mensen, ik ben echt helemaal enthousiast. Kijk even hoe mooi. Wow. Zo, en dan daarnaast ga ik in met deze glanzende kleur. Ik weet ook niet echt hoe ik die kleur moet beschrijven. Die is een beetje ook zo galaxy-achtig. Zo roze galaxy-achtig. Whatever. En die breng ik dan ook weer daarnaast aan. Vooral hier in de hoeken. Zo, en dan pak ik hier de witte glanzende kleur. Die pak ik wel even met een kwastje, want ik wil die zo een beetje hier in de binnenste hoek gaan doen. Ik hoop dat het een beetje lukt. Ik maak dus altijd mijn kwasten nat met MAC Fix Plus voordat ik in het paletje ga. Maar ik heb een tip gehad van een van jullie om eerst de kleur te pakken en dan pas MAC Fix Plus te sprayen op de kwast. Want dan verpest je het paletje niet. En dat was echt een goede tip. Dus nu doe ik het staan zo. Dan breng ik die witte kleur zo hier in het begin aan, in de hoek. Ja, echt met een kwast is dit echt niet te doen gewoon. Die kleuren pakken gewoon echt niet op. Of ja, wel een klein beetje, maar wel echt een stuk minder dan met goede vingers. Nou, echt prachtig dit. Ik ben echt impressed. Het glittert echt zo mooi. Ik vind dat op beeld het er iets minder goed uitziet. Maar in het echt is het echt zo prachtig. Ik denk dat ik ook nog een beetje pak van die blauwe glanzende kleur. Dan heb ik echt bijna elke glanzende kleur gebruikt. En die is ook zo blauw galaxy-achtig. En die ga ik nog een beetje zo hier doen in de hoeken. Gewoon om het iets meer donker te maken daar of zo. Maar nog wel gewoon te laten glanzen. Oké, nou dit ga ik allemaal ook doen met het W7 paletje. En ik doe het ook gewoon met mijn vingers. Dus ik begin eerst met de fel groenachtige kleur. Geel, groen-geel. Die pakt in principe ook wel veel op. En die breng ik dan ook zo best wel hoog aan weer. Gewoon precies als wat ik hier ook heb gedaan. Dan pak ik ook hier weer deze onderste kleur. Die pakt niet heel goed op met de vinger. Die breng ik aan in het midden. Daar komt niet echt veel kleur vanaf. En dan pak ik de glanzende kleur hier. En die breng ik zo aan hier in de hoek. Zo, ook wel heel mooi dit. En dan pak ik ook weer hier de donkerblauwe kleur. En die ga ik dan ook nog aanbrengen zo een beetje in de hoeken. Dus zoals ik ook heb gedaan bij de Huda Beauty kant. Er is ook echt bijna geen fallout. Ik zie wel hier een klein beetje glitter. Maar het is echt heel minimaal. Godzijdank, want ik heb mijn gezicht al gedaan. Zo, van al die glanzende kleuren was de groene het beste. Gele. Groen-gele. En dan ook weer hier pak ik de witte glanzende kleur. Die is ook echt heel mooi. En die breng ik ook aan met een kwast zo in de binnenste ooghoek. Ook die maak ik nat met MAC Fix Plus. Zo, ook die breng ik niet heel goed aan met een kwast. Als je één van deze twee paletjes haalt, je moet ze echt gebruiken met je vinger. De glanzende kleuren zijn prachtig, maar ze glitteren echt minder dan van die van Huda.
Kijk, ik weet niet echt of het heel goed opvalt. Alleen die van Huda hebben zo'n hele mooie galaxy glitter er doorheen. En het is ook een beetje een mix van verschillende glitters. Terwijl de andere kant van W7 is ook prachtig. En die glitteren en glanzen ook mooi. Maar het is gewoon toch net een tikkietje minder. Maar ja, de prijs is ook een heel grote tikkie minder. Oké, ik doe even bij allebei een nude kleurtje in mijn waterlijn. Dan een klein beetje de fallouts weghalen, maar het is echt super minimaal. Echt bijna niks. Zo, dan gaan we weer terug naar de Huda kant. En dan pak ik weer allebei deze matte groene kleurtjes en die ga ik aanbrengen op de onderste wimperrand. Zo, en dan bij de andere kant pak ik ook weer allebei de matte groene kleurtjes. Zo mensen, dit is dan de look. Wat vinden we ervan? Ik vind het allebei prachtig, jongens. Heel mooi. Ik had het echt niet verwacht. Gewoon puur en alleen omdat ik dit paletje zo ontzettend slecht vond. Had ik niet verwacht dat ik die, vooral die van Huda, goed ging vinden. Maar het is echt prachtig. Oh my god. Kijk die glitter. Kijk die glans. En de andere kant ook. Ze brachten ook allebei makkelijk aan. Oké, ik ga even mascara opdoen. Nep wimpers. Ik ben zo terug. Oké, mensen, wimpers zitten erop. Welke heb ik op? Ik heb van de Pri op. Dit zijn de Babydoll wimpers in de stijl 730. Deze zijn echt prachtig en zo heftig. Ik vind het look echt mooi, man. Ik vind het echt leuk. Groen is niet per se een oogschaduwkleur waar ik everyday voor zou gaan. Maar ik vind het wel echt prachtig, allebei. I like it. Oké, mensen, we zijn weer een beetje uitgezoomd. Ik vind de look echt mooi. Ik vind echt dat het goed is gegaan bij allebei gewoon. Ik vind het echt prachtig. Een verschil wat ik echt zie is in de glanzende kleuren. Ja, zoals ik al zei, die van Huda glittert iets meer. Maar voor de rest vind ik ze allebei prachtig. Ik denk dat je niet zo 1, 2, 3 kan zien dat ik nou twee verschillende oogschaduwpaletten heb gebruikt. Oké, wat is mijn eindoordeel? Welke raad ik het meeste aan? Ik heb ze dus allebei. Dus welke ik zou gebruiken is gewoon die van Huda Beauty. Puur omdat ik ze allebei heb. En dat is alleen maar omdat de glanzende kleuren veel meer glitteren, veel meer glanzen. De W7 kant vind ik ook echt prachtig. Ik vind het echt goed gelukt. Vooral voor de lage prijs, mensen. Hij is maar 5 euro. Deze twee hebben een verschil van 25 euro. En ik vind de verschil qua prijs groter dan het verschil hier op mijn ogen. Dus als ik er één van de twee moet aanraden, dan zou ik zeggen, haal die van W7. Want die is ook echt prima. En het is echt niet dat je nou echt super goed kunt zien dat deze kant echt beter is. Het is echt gewoon een hele lichte verschil. Alleen ja, de prijsverschil is niet heel licht. Die is super groot. Ja, bespaar gewoon 25 euro. Je kunt die look ook gewoon maken met een paletje van maar 5 euro. Ik ben echt impressed. Ik vind het echt prachtig. Nou mensen, dat was het dan voor vandaag. Ik ben super blij met hoe de look is geworden. Als je wilt weten wat ik op mijn lippen heb, Sweet Tea Lip Pencil van Morphe. En ik heb Milani Matte Liquid Lipstick op in de kleur 1. Ik ben die even vaker aan het gebruiken. Ik had die in een eerste indruk video gebruikt en toen vond ik hem echt vreselijk. Hij ging helemaal van mijn lippen af. Maar ik denk ook dat het een beetje aan mijn lippen lag, want ik had ze helemaal kapot gemaakt. Dus ja, mijn lippen waren echt een mes. Dus ik ben hem nou vaker aan het gebruiken om te zien wat ik er echt van vind, want ik vind de kleur echt prachtig. Ik ben heel benieuwd wat iedereen vindt van de look en van de video. Welk paletje zou jij halen? Let me know. En of je ook echt een verschil ziet. Want ik zie het echt maar heel minimaal. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik breng twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!